Wijken, buurten, straten. Ze worden allemaal vertegenwoordigd door 36 wijkverenigingen in Leiden. En niet eens iedereen kent zijn eigen wijkvereniging. Terwijl die wijkverenigingen best wel een belangrijke rol spelen in Leiden. Of het om politiek gaat en daar statements worden gemaakt. Of het nou om samenhangen in de buurt gaat en een leuke buurtbarbecue bijvoorbeeld. Het komende uur bespreek ik met bestuursleden, politici, deskundigen de rol van wijkverenigingen in Leiden. En misschien nog wel belangrijker, welke rol de wijkverenigingen eigenlijk zouden moeten hebben in Leiden. We zijn te gast in het gebouw, in de Kooi, het wijkgebouw in de Kooi. En aan tafel zit de wijkregisseur van de gemeente, René Verdel. Welkom. Han van Overbeke van de professoren en burgemeesterswijk, voorzitter van de wijkvereniging. Ook welkom. En Wil Spies van de wijkvereniging de Kooi, waar we te gast zijn. Ja. Welkom. Misschien even beginnen bij René Verdel. Al een hele tijd werkzaam als wijkregisseur in de gemeente Leiden. Wat doet een wijkregisseur? In relatie tot wijkverenigingen, ik ben contactpersoon voor de wijkverenigingen. Wijkverenigingen kunnen heel goed zelfstandig functioneren, maar soms hebben ze de gemeente nodig. Of wat voor momenten bijvoorbeeld? Wat is jouw dagelijks werk? Heb ik voor deze activiteit een vergunning nodig? Ja. En waar vraag ik die aan? Of de straat is afgesloten en wij weten nergens van, we zijn niet geïnformeerd. Het gaat over hele praktische zaken, misschien wel de belangrijkste zaken. Als ik jou nou vraag, want daar gaat dit komende uur over, wat is nou de rol van wijkverenigingen in Leiden? Wat zou je antwoord daarop zijn? Wijkverenigingen zijn de oren en ogen van de gemeente, het ambtelijk apparaat, maar ook van de politiek. Ja, dus als jullie iets willen weten over een wijk, dan... Dat, maar ook vaak een vindplaats. Dus soms broeit er iets. En dan bel ik een wijkvereniging op en zeg van, hebben jullie hiervan gehoord? Of weten jullie misschien hier iets van? Er gaat een gerucht dat. Ja. Nou ja, en vaak, nou goed, precies zoals een wijkagent dat ook doet, zo doe ik dat ook. En ik heb ook veel, en ik werk dus ook veel met politie en handhaving samen. Ja, om allerlei dingen op te lossen. Ja. Aan tafel Wil Spies van de Kooi. Wat is nou een wijkvereniging in de Kooi? Hoe voel je de taak van een wijkvereniging in de Kooi en wat doen jullie? Nou, ik had vroeger een wijkcomité, het is Stichting Wijkcomité de Kooi, Noord. Ik heb ook Noorderkwartier erbij. Wat mijn werk gewoon is, zeg ik altijd hier in de wijk, is dat, en daar heb ik nu zeg maar Frans Bakker voorbij mee. Frans doet mijn wegennet eromheen en dat doet hij super. Wat ik nu gewoon doe, is meer op sociale vlak. En wat René ook al aan het is gewoon dat ik ook de ogen voor hun zijn. En als ze hun vragen hebben aan mij, dan sta ik ze te horen en zo. En hoe ziet de sociale dan eruit? Want ik weet, je hebt ook een gebouwtje hier in de Kooi waar mensen terecht kunnen. Ik heb een huiskamerproject en dan 's ochtends zitten daar de mannetjes koffie te drinken. Ik zit merendeel zit ik in de Kooi, buurthuis de Kooi. En daar organiseren we alles eigenlijk voor de mensen hier uit de wijk. Weet je wel? En heb je iets ergens of zit je ergens in nood of hebben de mensen nood? We proberen ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Ja. Dus wij doen de organisatie. En het gaat vaak ook over politiek, hè, als het over wijkvereniging gaat. Bijvoorbeeld als er mensen komen inspreken in de gemeente, wat doe je aan politiek? Nou ja, ik heb hele korte lijntjes. Nou, dat weet René ook wel. Ik heb een heel kort lijntje naar mijn wijkregisseur. Ik heb een heel kort lijntje naar de mensen zeg maar, van de politiek, zeg maar. En heb ik ze ergens voor nodig, dan zijn ze inzetbaar. Dan moeten ze inzetbaar zijn, want ik ben dat ook voor hun. Ja. Dus het is ook eigenlijk ook wel weer. Ja. Alleen een soort af en toe, en dat ligt dan niet aan mijn wijkregisseurs en ook niet aan de politie, maar de communicatie die wat hoger bij hun vandaan moet komen, zeg maar. Dat ik niet ergens over word geïnformeerd. Ja, dat soort me wel eens. Ja, dat herkennen jullie denk ik ook, waar gecommuniceerd wordt. Nee, dat klopt. Hè. En dat is steeds meer uitbesteed. Hè. Dus de gemeente vaak opdracht geven en dan zit het in een bestek. Nou goed, en dat bestek, dat zijn weer opzichten. Toen moeten kijken of dat nageleefd wordt. Ja. Nou goed, laat me meteen ook jouw rol zien, denk ik. Onder andere. Ja. Ik ga naar Han van Overbeke uit de professor- en burgemeesterswijk. Ja, anderhalf jaar geleden, toen kwam er opeens een referendumverzoek in de wijk bij jullie, over het Hamburgerpark. Hoe werd dat ontvangen door de wijkvereniging? Nou, we waren op de hoogte dat het ging gebeuren, gelukkig. We vonden het jammer dat het nodig was om het pleit te beslechten. Want hadden jullie een standpunt ingenomen? We hadden ons bewust en neutraal opgesteld. Het was ook mijn voorgangers hadden ook die positie ingenomen. Tenminste, toen ik in het bestuur kwam, was dat de positie. En we merkten dat in de wijk eigenlijk een tweedeling was. Of eigenlijk een driedeling, moet ik zeggen. Er was een groep die... Ja, eigenlijk niet, die
onpartijdig was in de kwestie. Er was een partij die heel erg voor het groen was. En dan niet het groen van het hockeyveld, maar het groen van de natuur. En ja. Er was natuurlijk ook een club die wel voor een uitbreiding met het vierde veld was. Ja. Maar dat waren allebei zulke blokken dat wij zeiden, ja, dat gaat dwars door onze wijk en ook door de vereniging heen. En wat betekende dat voor jullie vereniging dan? Want inderdaad, iedereen zal weten hoe dat met het Roomburgerpark zag worden. Ja. Dat is een referendum geworden en niemand kan het woord volgens mij meer horen. Mm-hmm. Maar wat betekent dat voor jullie vereniging? Hoe zijn jullie er nu bij bijvoorbeeld? Nou ja, zelf denk ik dat de rust vrij snel weer is gekeerd. Er was toen wel iedereen zei er is een tweedeling in de wijk. Nou, er waren wel duidelijk twee kampen, maar ik denk dat het uiteindelijk ook wel, net als bij verkiezingen, dat als het afgelopen is, dan is het ook wel weer, dan kun je elkaar wel weer met elkaar in gesprek. Dat merk ik ook. Laatste ALV was ook de sfeer niet gespannen. Maar het wel toe heeft geleid dat er dan een groep is opgestaan die zei van ja, en wij zelf ook, we hebben in ons jaarplan gezegd, ja, we moeten wel echt beter in gesprek met de wijk. Want we weten gewoon eigenlijk niet goed genoeg wat er leeft. En daar hebben we nu. Wat moet in die gesprekken dan gebeuren? De wijkvereniging moet beter in gesprek met de wijk zijn. Ja, zo hadden wij het genoemd. En dat is natuurlijk een beetje abstract. En we hebben op die ALV, zijn er twee mensen die een initiatief hebben gestart. Nu ook een werkgroep, belangenbehartiging en een doelstelling zelfs ook van de vereniging. Nou, ik wil maar beginnen met belangenbehartiging eerst. En daar hebben we een adviesrapport opgesteld. En we gaan nu, begin volgend jaar zal dat worden, de meningen peilen over wat vinden de wijk, of onze leden in eerste instantie, want we hebben, bij ons moet je lid worden. De wijkvereniging is voor de leden. Dus wat vinden onze leden nou belangrijke thema's waarop wij die belangenbehartiging richten? Ja. En want bij het hockeyveld was duidelijk een scheiding tussen groen en sport, zou je kunnen zeggen. Nu met de energietransitie zijn er heel veel mensen ook, waar we ook altijd een vijfjaarlijkse enquête zeggen. We moeten als wijk iets doen aan de transitie. Laten we zorgen dat overal zonnepanelen komen. Maar tegelijkertijd krijg ik brieven van ja, bij mij naast komen nu opeens zonnepanelen op het dak. Maar we zijn toch beschermd stadsgezicht. Hoe zit dat? Nou ja. En wat is dan de rol van een wijkvereniging? Moet die standpunten innemen als het naar jou gaat? Nou, dat hangt er vanaf. Ik heb met mijn voorgangers ook gesproken. En eigenlijk was het wel grappig. Het enige thema waarop wij ons ooit als wijk hebben kunnen verbinden, als massaal, dat is het parkeerbeleid. Hmm. Omdat daar toen echt overlast van was, vonden wel heel veel mensen. Dus daar is dat gelukt. Hmm. Op heel veel andere thema's is het veel moeilijker. Hmm. En heeft Del zo'n Roomburgerpark referendum. Hoe lastig is dat voor een wijkvereniging? We hebben natuurlijk gehoord, maar dat gebeurt natuurlijk vaker in de stad. Je bent al jaren actief. Ja. Hoe lastig is het voor een wijkvereniging als er zulke grote thema's over... Nou, we hebben de Zeeheldenbuurt bijvoorbeeld gezien. Daar wordt dan een hele grote renovatie gepland, ja, waar de wijkvereniging bijna onderdoor gaat. Wat zie je dan een beetje van buitenaf met die wijkvereniging gebeuren op zo'n moment? Nou, wat je ziet, dat er een aantal mensen heel erg warm ervoor lopen. En wat er gebeurt is, er komen altijd momenten van... dat mensen vinden dat ze in hun belang aangetast worden. En dan gaan alle pijlen op die persoon die ze al zoveel vrije tijd in stopt. Die wordt dan gemangeld door de buurt of door enkele personen die eigenlijk voor de rest relatief weinig met de buurt hebben, maar alleen voor hun eigen belang gaan. Ja. En de mensen die eigenlijk voor het algemeen belang gaan en voor een breder buurtbelang gaan, ja, die zijn dan de kop van jut. En dan zie je dus inderdaad wel dat sommige mensen er dan onderdoor gaan. En dat is soms wel schijnend om te zien. Ja, dus tot slot over dit onderwerp dan. Maar bij jullie ook iemand uit de wijkvereniging gaan uit het bestuur? Want die zei ja, op deze manier met het Roomburgerpark referendum, ja, dat zie ik niet zitten op die manier. Ja, dat was zijn mening inderdaad. Ja. Hij had wel... dat is zo gelopen. En dat was zijn keus. Is dat lastig eigenlijk? Nou, ik vond de manier waarop lastig. Maar verder staat het iedereen vrij om het bestuur te verlaten als hij dat vindt. Natuurlijk. Ja, het woord lidmaatschap is gevallen. Daar gaan we het zo nog veel uitgebreider over hebben. Ook met andere wijkverenigingen. Maar kunnen mensen bij jullie lid worden in de kooi van de wijkvereniging? Nee, wij hebben geen lidmaatschap. Ik heb wel een aantal bewonerscommissies. En mochten ze ondersteuning nodig hebben, mogen ze me altijd bellen. Want ik had namelijk altijd één keer in de zes weken, ja, dat is alweer heel wat jaren geleden, hadden we altijd vergaderingen. Eén keer in de zes weken en dan in het buurthuis. En dan iedereen maar dan aanwaaien? Iedereen mocht toen aanwaaien en het was altijd steeds weer over die boom die in het kooipark stond. En ik zeg, daar gaat het mee stoppen. We doen iedereen die zijn eigen wil formeren als een bewonerscommissie, dat mag. En hebben ze ondersteuning van mij nodig of hebben ze iets anders van me nodig, mogen ze me altijd bellen. Maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar de kooi, er is een heel grote renovatie gaande. Er worden huizenblokken gesloopt, er worden hergebouwd. Ja. Ben je daarbij betrokken op een bepaalde manier? Nee, dat was ook weer een aparte bewonerscommissie was dat. Ja. Ja, en die hebben echt wel, die zijn ook al voor zichzelf heel goed opgekomen. Ja, ben je eigenlijk een beetje te speel in het web van al die commissies. Ja, en hebben ze me nodig, dan sta ik er. Nou, ja. En dit doe ik dan zeg maar al 20 jaar geloof ik zoiets. 36 wijkverenigingen, René. Hoe groot zijn de verschillen? In ieder geval, als ik voor mezelf spreek, we hebben de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar al die wijkverenigingen. Ontzettend groot. Heel wat is groot. Jouw ervaring? Ja, heel groot.
En, maar ook wel aardig dat dat gewoon golfbewegingen zijn. Hè? Per wijkvereniging zie je dat gewoon ook heel erg fluctueert. En ook inderdaad, hè, bedoel, als je kijkt naar zo'n ledenvergadering. Sommigen hebben een ledenvergadering, dan komen er 5 mensen komen erop dagen. En anderen hebben gewoon inderdaad een zaal vol zitten. Ook een beetje afhankelijk van het thema wat er speelt. Ja, maar maakt dat uit als het aan jou ligt, hoe het georganiseerd is? Ja, wat mij betreft niet. Kijk, van wat je ziet is dat er gewoon naast die wijkvereniging nog veel meer activiteit in zijn wijk is. In die zin moet ik maar alleen daarom gelijk geven. Er zijn veel meer krachten in een wijk actief als in een wijkvereniging. Ja. Ja. In de binnenstad heb ik een begraafplaats Groenezeeg, waar gewoon bewoners van de binnenstad actief zijn. De Stichting Tegenbeeld. Noem maar op, er zijn zoveel organisaties actief in die stad. Daar zijn allemaal wijkbewoners in. Ja. En mensen maken gewoon een keuze waar ze gewoon hun tijd en energie in stoppen. Ja. Ja. Zie je nu bij de energietransitie ook. We hebben een commissie of een werkgroep duurzaam. Die is dan officieel werkgroep van de vereniging. Maar dat zijn eigenlijk wel mensen die dat thema interessant vinden. En die is nu nog weer uitgebreid met de werkgroep PEP. Dat betekent volgens mij participatie, energietransitie, professoren, burgemeesterwijk. Maar ja, daar zit ook heel veel kennis. En dat popt dan zomaar op. En dat is, daar ben ik ook heel erg blij mee. Want ja, je kan het wel moeilijk vinden. Wij worden dan wel geacht de wijk te kennen. Maar ja, dat valt toch als je... Ja, ik woon er al heel lang. Maar dat blijkt toch tegen te vallen vanuit het bestuur. Ja. Dat heeft ook te maken dat je... Wij zitten hier in de wijk. Is 90% bijna is allemaal huurwoningen. En dan dus de professorenwijk is gewoon allemaal meerdeels koopwoningen. Ja. Ja, kijk, en daar zit ook het verschil in. Weet je, en dan... Dat vraagt ook om iets anders. Ja, ja. Ja, echt. Ja. Ja. Maar en het belangrijke is dat het naast elkaar kan bestaan. Hè? Dat partijen elkaar niet gaan bestrijden. Dat ze elkaars waarden inderdaad erkennen. Ja. En nou goed, soms is er overlap. En dan zie je dus inderdaad soms dat er wat strijd ontstaat. Ja. Maar goed, daar heb ik ook wel een rol om. Daar probeer daarin wat dingen in te masseren. Ik bedoel, om dingen glad te strijken. Nou goed, en soms lukt dat wel en soms lukt dat niet. Tot slot, Han van Overbeke. Hoe ziet de wijkvereniging erover 4 jaar bijvoorbeeld, als het aan jou ligt. Jullie zijn echt bezig met het herformuleren van jullie waarden. Nou ja, het is misschien, ik weet niet of het nog een moderne term is, maar ik denk meer een netwerkorganisatie, nog, maar dan ook meer zichtbaar dan in ieder geval het voor mij zich nu ontpopt. Het is zoals Wils dat doet, met bewonersclubs waar die aan kunnen kloppen, maar ook hun eigen ding kunnen doen. Ja, dat denk ik wel. En dat is een mooi model. En wat je niet moet veronachtzamen is het sociale belang. Ja. We hebben nu al 2 jaar lang geen Koningsdag kunnen vieren. Dat merk je gewoon ook in de wijk. Ja. En dat blijft gewoon, dat belang. Ja. Laten we dat sociale belang hier onderstrepen, want de komende 3 kwartier gaan we het ook nog vooral hebben over politiek, over geld, over subsidies. En dan gaat het denk ik ook nog wel knetteren over de vraag, is zo'n wijkvereniging, worden ze wel goed gehoord door het gemeentebestuur? Ik wil jullie voor nu bedanken aan de bestuur van de wijkvereniging. Blijf lekker zitten als jullie dat willen. En aan het einde komen we nog bij jullie terug. René Verdel, voor nu bedankt voor deze blik op de wijkverenigingen. We zijn zo meteen terug. Dan gaan we het over de subsidie hebben en het ledenaantal. We schrijven nieuwe wijkverenigingen aan. En dan zit ook wethouder Marleen Dame hier. Maar eerst misschien even terug in de tijd. Want er valt natuurlijk veel meer te zeggen over al die wijkverenigingen. En dan gaan we heel verder terug de tijd. Nou, voor de eerste wijkverenigingen gaan we veel verder terug dan ik misschien in eerste instantie wel gedacht had. We gaan naar de middeleeuwen, naar het Leiden van rond 1600. En wie daar alles over weet, dat is Cor Smit, de stadshistoricus. Nou, we gaan wel verder terug dan 1600, praten zo over 1400. En dan zien we eigenlijk in de stad, in die middeleeuwse stad, zien we de eerste buurtorganisaties ontstaan. Dat zijn dan de gebuurten. Die zijn heel kleinschalig, hè? Zo, net zoals we staan hier nou op de uiterste gracht. Zo'n straatje, misschien dan een straatje erachter erbij. Nou, dat was de eenheid van zo'n gebuurte. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Die kwamen wel voort uit die bewoners. En wat ze dan deden was eigenlijk iets gezamenlijk dingen organiseren rond de belangrijke gebeurtenissen van het leven. Geboorte, huwelijk, dood. Maar ze grepen bijvoorbeeld ook in als er te veel ruzie was in de straat. Kwam voort uit die bewoners van die buurten. En later, in begin van de 17e eeuw, kregen die dan ook nog wat. Het stadsbestuur die had wel in de gaten dat was een prachtig netwerk. Want de hele stad, overal waren die gebuurten ontstaan. En toen dachten ze van, weet je wat, die gaan we ook inschakelen om de bevolkingsregistratie een beetje op orde te krijgen. Want die mensen hebben ook zicht op wat er
gebeurt, wie er komt wonen allemaal, dat weten wij allemaal niet. En dat is zo doorgegaan, zeker tot in de 18e eeuw, in de 19e eeuw. Verdwijnt dat verschijnsel. Is duidelijk waarom dat een beetje uit de stad verdwijnt? De sociale samenhang gaat denk ik sowieso wat verloren in die 18e eeuw. Is een periode van achteruitgang, van grote armoede. En dan zijn er toch ook al mensen uit die tijd die signaleren dat daarmee eigenlijk de buurtsamenhang wat aan het verdwijnen is. De Zeeheldenbuurt is een oude wijk, recent gerenoveerd natuurlijk, maar we staan hier omdat hier de eerste wijkvereniging van Leiden eigenlijk ontstaan is. Hè? Min of meer, dat kan je zeggen. Wat er eigenlijk gebeurt, is 1923, hè, dan is het 25-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina. En dan worden er, en altijd bij dat soort gelegenheden, worden er overal feesten georganiseerd in buurten. Maar hier in deze buurt, deze nieuwbouwbuurt, hè, dit is nog maar net uit de grond gestampt, hè? 1921 zijn deze huizen van, hebben ze wel behoefte aan meer samenhang. En dan blijft die organisatie bestaan die voor die feesten was opgezet. Ja, dus eigenlijk Wilhelmina die viert verjaardag. Over in Nederland komen organisaties, zo in Leiden ook. Maar, en die verdwijnen weer? Die verdwijnen weer, maar hier niet. Hier willen ze er echt, hebben ze dat toen uitgebouwd tot een buurtvereniging. En die buurtvereniging gaat dus inderdaad allerlei sociale dingen organiseren in de wijk. Opvallend dat eigenlijk bijna alle speeltuinverenigingen zijn nooit begonnen als speeltuinverenigingen, maar als buurt- en speeltuinvereniging. En dat begint ook eigenlijk in de jaren 20, dus niet hier zo. Nee, want hier hadden we die wijkvereniging. Want hier had je al een wijkvereniging en die deed heel veel activiteiten. Die had alleen geen speeltuin. Maar in een aantal andere wijken wilde men ook een buurtvereniging en speeltuin voor die jeugd van die tijd. Dus ze deden ook veel meer dan alleen maar die speeltuin beheren. Ze organiseerden allerlei clubjes voor de, niet alleen de kleintjes, maar ook voor de oudere jeugd. Maar ze organiseerden ook feestavonden voor de bewoners. Eigenlijk hetzelfde soort programma als wat je ook bij die buurtvereniging Eensgezindheid hier had. Maar wat uitgebreider en dus met een speeltuin erbij. En eigenlijk heel erg lang hebben die speeltuinverenigingen de rol van ook van buurtverenigingen gespeeld. En je ziet hier ook in de Zeeheldenbuurt, dat na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, die buurtvereniging verdwijnt. En dat dan de bewoners zeggen van, we gaan een buurt- en speeltuinvereniging opzetten. En dan wordt dit hier ook gerealiseerd. Maar op welk moment komen dan in de binnenstad bijvoorbeeld de grote wijkverenigingen die we nu veel ook in de politiek actief zien, wanneer ontstaan die? Nou, die ontstaan eigenlijk in de jaren 70, in het hele proces van de stadsverduwing. Er is gewoon van alles te doen in de wijk en je ziet renovatie, sloop, nieuwbouw. De oostelijke binnenstad moeten zelfs al die fabriekscomplexen verdwijnen, nieuwbouw voorkomen. En dan ontstaat er bij de bewoners echt de behoefte om zich te organiseren op hun belangen. En je ziet dan op een gegeven moment dat proces van die stadsvernieuwing, dat verandert wat. En dan zie je dat die buurtverenigingen, die buurtcomité's, ook weer verenigingen worden. Buurt- en wijkverenigingen. Die naast belangenbehartiging ook sociale activiteiten gaan ontplooien. Een kort stukje geschiedenis van de wijkverenigingen. We eindigen in de Zeeheldenbuurt. En er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. En als ik jou goed begrepen heb, het komt elke keer weer op. Het gaat weer neer. En als het nodig is, dan komt het vanzelf wel weer op ook. Het is altijd opvallend dat elke keer weer vanuit de bewoners zelf nieuwe initiatieven komen. De 36 wijkverenigingen die er nu zijn, zijn allemaal op een net iets andere manier georganiseerd. Er zijn wijken waar iedereen automatisch lid is. Er zijn ook wijken waar je lid moet worden. En er zijn ook wijken waar je überhaupt geen lid kunt worden van de wijkvereniging. De gemeente die trekt elk jaar geld uit voor de wijkverenigingen. 86 cent was dat vorig jaar per inwoner van de wijk. En in het totaal is dat een bedrag van ongeveer 84.000 euro.
En aan tafel zijn gaan zitten wethouder Marleen Dame, Arthur Elias van de wijkvereniging Maardorp de Kamp en Mario van Dongen van de wijkvereniging Kronenstein. Welkom allemaal. Beginnen bij de wethouder. 84.000 euro, ruim 84.000 euro in 2020. Wat is het doel van die subsidie? Nou, we verdelen de subsidie naar rato van het aantal inwoners dat een wijkvereniging heeft. En de subsidie kan voor allerlei dingen worden ingezet. Dat kan zijn om een keer een zaaltje te huren om bij elkaar te komen. Veel wijkverenigingen betalen daar hun communicatiemiddelen mee. Dat kan een, nou, de Marapost ligt daar bijvoorbeeld, kan het zijn. Maar het kunnen ook activiteiten zijn. En we willen dat op basis van inwoneraantal, omdat het doel van die wijkverenigingen is heel divers. Hè. Daar geeft iedere wijkvereniging ook zelf invulling aan. Maar wat ons betreft is een belangrijk doel ook dat er sociale cohesie georganiseerd wordt voor alle inwoners en activiteiten. En met die subsidie willen we dat kunnen stimuleren. Ja. We zagen net ook dat in de jaren 70 die wijkverenigingen opkwamen tegen de stadsvernieuwing. Ook een beetje om het stadsbestuur van tegenwicht te voorzien. Is die subsidie daar ook voor bedoeld? Ja, wijkverenigingen zijn een belangrijke gesprekspartner voor ons. Dus dat kunnen ze zeker, ja. Marion van Dongen, Kronenstein. Iedereen is lid bij jullie in de wijk. Waarom is daarvoor gekozen? Ik denk dat dat een beetje voor gekozen is, omdat het ooit, ja, er zijn een aantal mensen mee gestart van hé, we moeten een vereniging worden, want daardoor kan je die subsidie binnenkrijgen. En dan is dit de makkelijkste manier om iedereen lid te maken. En ik denk, nu ben ik ook blij om, dat als we alle nieuwe bewoners rondom het Pertenplein persoonlijk moeten vragen om lid te worden, dan werkt niet zo. Wij werken wel dat de mensen die er vroeger mee gestart zijn, dat was echt vanuit het idee van gezelligheid. Dus de Koninginnedag heette dat toen nog Koningsdag en Sint Maarten, dat soort activiteiten. Maar dat is wel veranderd ook langzaam, richting een politieke betrokkenheid. Ja. En vroeg me af, dat was natuurlijk ook een van de dingen die wij onderzocht hebben, maar hoe weeg je dan de mening in de wijk af? Hè? Ruim 3000 inwoners zijn allemaal lid van de wijkvereniging. Ja. Maar wat betekent dat dan voor de meningsvorming van een wijkvereniging? Ja. Nou, wat we proberen, we hebben in ieder geval in de algemene ledenvergadering 2 jaar geleden, waar was er een grote opkomst, daar hebben we ook een beetje het accent verschoven van, nou, we zijn niet van de gezelligheid, maar dat kan je prima in de straat. Zorg dat in de straat leuke dingen gebeuren. Ja. Want dat is het belangrijkste, dat je met je buurman of buurvrouw contact hebt. En we hebben gezegd, we willen op leefbaarheid, verkeersveiligheid en groen gaan zitten. Mm. Want leefbaarheid, dat is echt, speelt echt in onze wijk, met name het nieuwe gedeelte. Dat hebben we dus, dit hebben we voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Er waren toen iets van 60 mensen, dus dat is best wel veel voor ledenvergadering. Aan de andere kant zullen mensen ook zeggen van 60 mensen op die 3000 is weer niet zoveel. Helemaal waar. En wat betekent dat dan? Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, dus dan proberen we wel te kijken welke plannen zijn er vanuit de gemeente, vanuit de provincie, voor onze wijk. En wat betekent dat voor de totale wijk? En wat we dus niet doen is, bijvoorbeeld aan de Zoeterwoudseweg zijn er bouwplannen. En dan zeggen we, dat zijn actiegroepen. En dan geven we wel die 50 euro die een straat mag gebruiken om iets te organiseren. Maar het is echt de actiegroep. Want er zijn natuurlijk ook mensen in de wijk die kinderen hebben die willen dat er woningen komen. Precies. Dus dat is een beetje balanceren. Dat je dus probeert wel, wat is nou voor iedereen in de wijk? Bijvoorbeeld parkeren zal nooit een wijkverenigingsstandpunt worden, want dat is zo ontzettend gevoelig voor iedereen. Dat hebben we bij meer verenigingen maar die leefbaarheid, daar vind je elkaar wel heel erg in. Ik ga even naar buurman uit Elias en Maarten op de Kamp. Iedereen kan lid worden bij jullie van de wijkvereniging. Wat betekent het als mensen lid zijn? Verandert dat iets? Ja, allereerst als buurtvereniging, eigenlijk net als de andere wijken, werken wij voor de hele buurt. Voor alle bewoners en ondernemers in onze wijk. De leden van de buurtvereniging die zijn dan, worden extra betrokken. Laat zo zeggen, we hebben een januariborrel, helaas in coronatijd niet. We hebben een zomerborrel, kan ook niet. Voorlopig kon dat, kan. En misschien hopen we dat het wel kan doorgaan. Mm-hmm. En daarvoor hebben we nu iets van 252, 253 stand van vandaag leden, die zich
iets meer betrokken voelen bij de buurtvereniging. Vraag ook contributie. Mm-hmm. Weliswaar 6 euro. Ja. 6 euro per jaar. En dat is een mooi bedrag. Ja. Zelfs je kan 5 jaar lid worden voor 30 euro. Kijk, de aanbieding dat is echt een koopje. En, maar in feite zijn wij als buurtvereniging, eigenlijk net als de andere buurtverenigingen, komen we voor iedereen op. Ja, maar u komt als wijkvereniging ook wel met regelmatig met sterke standpunten. Zeker in de binnenstad komen er wel eens statements als wij zijn tegen de horecavisie of we willen met die autoluwe binnenstad die kant op. Hebben leden daar meer inspraak op dan niet-leden bijvoorbeeld? Ja, in die zin, laat zo zeggen, iedereen die iets over de horeca wil zeggen of het nou wel of geen, of hij of zij wel of geen lid is, kan bij ons terecht. Dus in die zin luisteren wij naar iedereen in de wijk. Maar in het geval men van mening is dat wij het niet goed doen, we zijn een vereniging met statuten, we hebben jaarvergaderingen. En als men vindt dat wij het niet goed doen, kan men dat daar naar voren brengen. En er is ook natuurlijk de mogelijkheid om te zeggen van, als een bestuurslid zich herkiesbaar stelt, je hebt het zo slecht gedaan. Dus in die zin hebben de leden meer invloed, maar het maakt eigenlijk weinig verschil uit of je wel of niet lid bent, als we het over de hele wijk hebben. Ja. Ik heb hier de Marepost. Ja, ik heb het net uit, daarom heb ik hem meegenomen. De Marepost krijgen ook alle brievenbussen in onze wijk. Ik kan me voorstellen dat betaald wordt uit de subsidie ook die van de gemeente komt. Dan kijk ik heel vriendelijk naar de wethouder. Dat wordt eruit betaald, maar er wordt nog eigenlijk, er is soms nog wat over en ook van de contributies. Marleen weet, ze heeft zelf ons mini-biepje mogen openen in de wijk. Hè. We doen de kleine dingen, de mini-biep, de AED die wij echt nodig hadden in onze wijk. Er komen een aantal voorbeelden voorbij. Wat doen jullie bijvoorbeeld met het geld? Ook een wijkkrant die heel goed gelezen wordt. Alleen even over dat geld. Wij zijn natuurlijk in een vrij korte tijd enorm gegroeid. Want, als wijk? Als wijk. En onze wijk bestaat eigenlijk uit 3 buurten, zeg ik altijd. Dat is zeg maar bij de Vrijheidslaan. Dat is uit de jaren 70 buurt. Naar zeg maar het oude gedeelte van de jaren 30, 50. En het nieuwe gedeelte rondom het Bertheplein. En er zijn veel studenten ook, hè? Heel veel studenten, ja. En maakt dat nog uit? Voor die studenten wel, want daar is een enorm leefbaarheidsprobleem. Maar voor jullie bedoel ik als wijkvereniging, want jullie krijgen nou een 3000 euro ongeveer per jaar. Ja, maar dat wou ik dus net vertellen. Ja. Dat is helemaal niet grappig eigenlijk, maar we zijn enorm gestegen. Maar het budget is hetzelfde over de stad. Dus dat betekent dat per inwoner volgens ons het bedrag is verlaagd, zodat we nagenoeg hetzelfde krijgen. En hoe bedoel je dat? Nou, zeg maar, je uitgave is 85.000 euro. Ja. Dat deel je door alle inwoners van Leiden, dat is X. Ja. Er komen meer inwoners in Wijk-Kronenstein. Ja, dan wordt het bedrag herberekend, zodat je toch nog steeds die 85.000 schulden. Ik heb naar de overkant van de tafel. Want hoe zit dat dan? Meer inwoners betekent ook meer belastinginkomsten. Zou dat niet dat bedrag vast per jaar moeten zijn met inflatie opgehoogd in plaats van dat er een bedrag verdeeld wordt over alle inwoners van de stad? Daar hebben we niet voor gekozen. We doen het met dit bedrag. Overigens, de stijging van het aantal inwoners valt wel mee als wij nu ook in de prognose totaal kijken. Totaal wel, ja. Totaal. Dus het is echt naar rato. Dus dat is een technisch verhaal. Maar je krijgt naar rato van je aantal inwoners in je buurt. En dat is denk ik ook goed om daaraan toe te voegen, hè? Want dat is natuurlijk de vraag die hier ook gesteld wordt, van in hoeverre is er sprake van representativiteit, hè? Daar ben je naar op zoek. En wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat je de stem van iedereen kan horen en daar kunnen wijkverenigingen bij helpen. Want die kennen mensen, die weten wat er speelt en leeft in de wijk. Maar ik vind niet dat ik van jullie kan vragen of van welke wijkvereniging dan ook, vertel ons wat de buurt denkt. Want dat kun je niet weten. Je kunt niet namens al je leden spreken. Absoluut niet. Dus ik denk ook, ik vind ook echt dat we als politiek een verplichting hebben om dus zelf ook vanuit anderen zelf op zoek te gaan naar meningen van inwoners. Ja. Jongeren moet je op een totaal andere manier benaderen dan bijvoorbeeld via een wijkvereniging. Maar kunnen we leuk vinden. Dat is makkelijk, want u heeft de afgelopen 2 jaar ook best wel gestoeid. Dat gaan we zo ook nog zien met de hele worsteling met wijkverenigingen uit de binnenstad. Die zeggen, wij worden niet goed genoeg gehoord. En u zegt hier, ik kan makkelijk ook andere mensen in de wijk horen. Maar ik vind dat ook wel makkelijk.
om eerlijk te zijn. Nee, ik vind dat we er voor alle inwoners van Leiden zijn. Ik vind de wijkvereniging een hele belangrijke gesprekspartner, maar niet de enige. En ik denk dat je ook de mensen, en dat blijkt ook uit het participatieonderzoek, er is een groep die wij minder horen in de stad en daar zijn we ook van. En ik vind ook dat ik verantwoordelijk ben om, als het niet via die wijkvereniging lukt, om wat voor reden dan ook, en dat neem ik die wijkverenigingen helemaal niet kwalijk. Mm-hmm. Kijk naar politieke partijen, hoeveel leden zij aan zich weten te binden. Dan vind ik dat je als politiek en als stadsbestuur verplicht bent om op andere manieren toch de meningen van mensen te peilen. We hebben nu bijvoorbeeld een digitaal platform moeten ontwikkelen. Maar via jongeren moeten we dat ook echt op een andere manier doen. Dus ik denk dat het en is, maar dat doet niets af aan het belang van de wijkvereniging. Hoor aan de andere kant al, ik geef hem uit de ideeën. Als wijkvereniging is er, wat ik net probeerde uit te leggen, de wijkvereniging is er voor iedereen in de wijk. En ik begrijp best dat wij niet ieders standpunt kunnen vertegenwoordigen. Althans, ik heb naar uitgelegd, wij treden naar buiten met een standpunt. Ja. En ja, dat hebben wij geformuleerd, maar dat wij ook jongeren, ook studenten... Maar zijn die moeilijker te bereiken? Net als mensen ik sprak een van de verhalen, die zijn de spits van hun leven. Dus mensen die naar de kruis... Studenten zijn heel goed te bereiken. Ik woon vlakbij studentenhuizen. En die weten ons te bereiken. Ja. Maar, en omgekeerd ook, hoor. Dus ik denk dat dat het probleem niet is. Wat wel een probleem vind met de wijkvereniging, dat was eigenlijk een beetje het geschil met het college. Ja, en dat gaan we zo nog bekijken. Ja, gelijk werden behandeld als andere stadspartners. Ja, dat gaan we zo bekijken. Tot slot naar de wethouder. U neemt binnenkort afscheid van onze gemeente. U gaat naar Den Bosch. U hebt 8 jaar lang gezien hoe de wijkverenigingen functioneren. U bent daarvoor verantwoordelijk geweest. Wat hoopt u nu dat er de komende jaren met de wijkvereniging gaat gebeuren? Nou, ik hoop dat ze een prettige gesprekspartner blijven voor de gemeente. En dat het ze ook blijft lukken om al die verschillende geluiden die er nu eenmaal zijn in een buurt of wijk, dat ze die op weten te halen en weten te vertolken. En wat ik ook mooi vind, maar dat doen de meesten van jullie ook, ook gewoon de gezellige dingen. Hè? Want volgens mij bind je uiteindelijk mensen aan je vereniging. Het is altijd fijn als er iets is om voor te strijden of waar je tegen bent, want dat trekt veel mensen. Maar daarna is het ook leuk om met elkaar de leuke dingen te doen in de wijk. En ik denk dat wij een hele, als je hoort hoeveel wijkverenigingen we hebben en hoe actief jullie zijn. Hè? We hebben regelmatig discussies met elkaar gehad, maar het is ook heel mooi dat iedereen zo ontzettend betrokken is. Ja. Dus ik hoop vooral dat heel erg blijft. Maar mag er ook nog iets veranderen? Heeft u een advies voor uw opvolger? Ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat wat ik gewoon gemerkt heb, is dat wijkverenigingen niet de enige gesprekspartner zijn. Dat is wat ik geleerd heb de afgelopen 8 jaar. Wat ik van wijkverenigingen ook heel erg geleerd heb, is dat als wij besluiten nemen, daar hebben wij heel veel gesprekken over gehad met de binnenstadsverenigingen, dat je ook zegt, maak nou jullie afwegingen inzichtelijk en waarom je dingen wel of niet doet. Dus daar kunnen wij beter in worden en dat vond ik heel waardevol in die gesprekken. Maar ook wel van de verplichting vanuit het gemeentebestuur, maar ik denk straks ook aan een raad, om je heel scherp te zijn op, heb ik alle belangen nou gehoord? En als ik dat niet heb, dan ga ik er naar op zoek. En op grond van die belangen maak ik een afweging in de besluitvorming. En dan is het ook de kunst om dat goed uit te leggen aan de bewoners waarom je dat doet. Ja. Dank u wel, dank voor uw komst allemaal. Blijf nog even zitten, zeg ik tegen de wijkverenigingsbestuur. Zometeen schuift de politiek hier aan tafel. Gaan we het over die democratie hebben, over die representativiteit. Dank u wel voor uw komst. Ja. Voordat we naar de politiek gaan we eerst eens 1,5 jaar terug in de tijd om te zien hoe dat begon met inderdaad die gesprekken van die 8 wijkverenigingen. Samen of eigenlijk tegen het stadsbestuur misschien wel. In de zomer van 2020 kwam hier op het stadhuis een brief binnen van 8 Leidse wijkverenigingen uit de binnenstad. De voorzitters daarvan die zeiden het vertrouwen op in het stadsbestuur en wilden ook niet meer met ze praten. Onderaan de brief stond ook de naam van Foppe van Rees-Vellinga van Pancras West, de wijkvereniging. En hij treedt op als woordvoerder namens die 8 wijkverenigingen. Nu, 1,5 jaar later, ben ik benieuwd of er iets veranderd is in de relatie tussen die 8 wijkverenigingen en de gemeente. Wat was nou de aanleiding om die brief te sturen namens 8 binnenstadverenigingen? Omdat we geen enkel vertrouwen hadden meer in de gemeente. Ze zeiden steeds dat wij mochten participeren, maar uiteindelijk met alle klankbordgroepen die er gevormd zijn, was er geen sprake van participatie, maar was het meer het aanhoren van beslissingen die al genomen waren.
Dus dan had het voor ons niet zoveel zin meer om daaraan mee te doen. En was dat wel toegezegd of waar kwam dat gebrek aan vertrouwen door? Alles wat wij inbrachten werd niet beluisterd. Of het werd gezegd van nou ja, de beslissing is al gevallen, dus het is helemaal niet interessant wat je zegt. En met name over de garage op de Hooigracht. De verhoging of niet, vooraf werd al gezegd van er wordt sowieso verhoogd. Nou, dachten de mensen die er in de klankbroed gaan, waarom zitten wij hier dan nog als het al beslist is? En dat gold eigenlijk op meer plekken in de stad. En daardoor hebben die 8 wijkverenigingen uit de binnenstad samen één brief geschreven. Ja, dit is gewoon het Leidse patroon. Toen dachten we, nou, als het dan geen zin heeft, dan moeten we het ook niet meer doen. En ook wel als signaal zo van, we laten ons niet te veel kleuteren, laten we het zo zeggen. Dus dan heb ik ook betere dingen te doen en met name ook leukere dingen te doen. Dus, Want wat is het effect geweest van die brief? U bent uiteindelijk aan tafel gekomen met het bestuur, bent uitgenodigd door de wethouder. Kom maar eens langs om te praten met z'n allen. Wat is er gebeurd? We zijn met de voorzitters van de binnenstad zijn we uitgenodigd voor een aantal gesprekken. Daar hadden ze eerst een mediator, een of andere dame uit Utrecht, voor aangetrokken. Ook overigens zonder enig overleg over participatie gesproken. Dus vervolgens werd daar toen een agenda opgesteld, ook zonder enig overleg. En toen zeiden we, nou, deze dame dat heeft helemaal geen zin, want die begrijpt helemaal niet waar het over gaat kennelijk. Er was geen vertrouwen in de mediator eigenlijk, als u het zo zegt. Nee, die werd ons ook opgedrongen. Dus het was gewoon het hele oude patroon. Dat we met stomme verbazing zo, want dit is nou juist waar het over gaat. Nou, toen is die dame weer vertrokken. Toen zijn we wel in gesprekken gekomen. En toen wilde men op een gegeven moment dat wij onze handtekeningen gingen zetten. Dat het allemaal weer koek en ei was. En dat begrepen wij ook niet. Want wij hadden zoiets van, laat nou eerst eens zien. Je zegt nu al dat het allemaal anders zal gaan. En dat we meer betrokken zouden worden in het begin. En dat jullie duidelijker zijn over waar we over mee mogen praten. Maar ja, begin maar eerst eens om daar wat te laten zien. Voordat we daar ineens handtekeningen moeten gaan zetten. Dat het allemaal zo prachtig is. Ja, die handtekeningen die werd u gevraagd om een aantal maanden geleden te zetten. Ja. Is er iets veranderd al in de tussentijd? Nou, er is niks op papier gekomen. Wij wilden graag ingedeeld worden bij hetzelfde clubje die wel mee mag beslissen en mee mag vanaf het begin af aan mee mag denken. Ik denk dat bewoners ook een belangrijke factor in de stad zijn en niet alleen de horeca of de ondernemers of alle anderen. Er zijn natuurlijk een heleboel fracties, vanaf de musea tot weet ik wat. Maar bewoners zijn ook een fractie en die zijn tot nu toe altijd gepasseerd geworden. En daar staat nu nog steeds niets van op papier dat niet gebeurt. Het gaat er ook niet om dat we ons zin willen hebben of dergelijke. Maar laat ons eens meedenken en luister eens naar wat wij ervan vinden. Want wij wonen hier toevallig. Ja, het is niet anders. Is er misschien ook het begin van een wijkvereniging binnenstad te zien? Er is een nauwe samenwerking ontstaan eigenlijk 1,5 jaar geleden. Waarin de voorzitters ook met elkaar overleggen. Is daar een soort nieuwe vereniging aan het ontstaan? Nou, daar denken we wel aan om inderdaad ons te laten. Althans de binnenstadsverenigingen te laten vertegenwoordigen door 1 of 2 mensen. Om daarmee de slagkracht wat te vergroten en dat we niet als er met de gemeente overleg is ook iedere keer weer 10 man opgetrommeld moeten worden. Aan tafel zijn aangeschoven Marij van den Berg van Democratie en Uitvoering, Antje Jorlen van D66 en Maarten Kersten van Partij Sleutelstad, beide raadsleden en de expert vandaag hier. En misschien om daar maar eens mee te beginnen. Je doet onderzoek naar allerlei vormen van democratie, je adviseert mensen over hoe je democratisch goed beslissingen kunt nemen, hoe je dat ook goed in kunt richten. Wat is er nou gebeurd in die afgelopen 1,5 jaar met die wijkvereniging in de binnenstad van Leiden? Ja, voor eerst, ik ken het echt alleen maar van de buitenkant, hè? En behalve dan dat ik randje binnenstad woon. Maar wat je volgens mij heel goed aan het filmpje kunt zien, is dat er discussie is over de zeggenschapsverdeling tussen bewonersgroepen en de gemeente. En dat daar dus ook spraakverwarring over is. En wat betekent spraakverwarring? Nou ja, dat je dus hoort van participatie betekent voor mij iets anders dan het voor de gemeente betekent. Hè, dus dat niet van tevoren duidelijk is of iedereen instemt met de mate van invloed die ze toebedeeld krijgen. En wat ik heel leuk vond aan dit filmpje was het voorbeeld van die agenda en die mediatorkeuze. Daar zie je dus dat ik vermoed vanuit een soort dienstverlenende houding van de gemeente dat we gaan dat goed regelen voor die wijkvereniging. En dat die wijkvereniging dat vervolgens
mijns inziens terecht, interpreteert als wij worden daar in ieder geval niet in gekend. Wij mogen daar niet over meebeslissen. Dus dat zie je hier heel duidelijk gebeuren. Laten we beginnen met een adviesje. Wat moet het gemeentebestuur nou doen? Nou, ik zou zeggen, ze zouden inderdaad goed kunnen kijken van welke positie wil zo'n wijkvereniging nou hebben. En praat daar eens van tevoren met elkaar over. En ja, practice what you preach. Deel dan de agenda in concept met elkaar en stel hem samen. Ja. Er zijn ook twee raadsleden aangeschoven. We hebben elkaar ook al gesproken de afgelopen tijd in ons onderzoek naar wijkverenigingen. Antje Jordan, je zei tijdens ons onderzoek van de expertise die in al die wijkverenigingen aanwezig is, waar allerlei mensen zitten die hun hele leven misschien iets in de ruimtelijke ordening hebben gedaan of wat dan ook. Die zouden we veel beter eigenlijk moeten inzetten in de gemeente. Daar is heel veel aanwezig. Tegelijkertijd is dat ook precies wat afgelopen anderhalf jaar de kritiek was van wij leveren input en dat is niet gelukt. Waar gaat het dan mis? Ja, ik denk dat ik een beetje ook aanzet bij Marije. Het gaat echt in de taal mis. De gemeente doet heel hard haar best om iedereen te horen. Maar het gaat dan heel vaak over processen en procedures. En de wijken zie ik heel erg op de inhoud zitten. En ergens daar zit een disconnect. En ik vind dat heel jammer, want iedereen doet zijn best. Ik had 4 jaar geleden toen ik in de raad ging niet gedacht dat ik zo vaak over participatie zou praten. Ik ben het woord zelf zat. Maar ondertussen hebben we het best wel zelden met elkaar echt over de inhoud. En ik denk dat dat echt beter kan. En hoe komt dat dan? Inderdaad, 4 jaar geleden verkozen. Nu gaan we de gemeenteraadsverkiezingen in straks. Dat is natuurlijk het thema in Leiden dit jaar ook. Hoe komt het dan dat misgaat? Het is niet alleen in Leiden. Het is echt, denk ik, een hele grote woorden, maar het is echt een wereld in transitie. Er zijn zoveel dingen die tegelijk moeten nu. En waar de druk toeneemt, dat ik denk dat het vrij normaal is dat mensen daarin ook zoeken naar de weg. En er is niet één weg. En dan kan ik misschien met mijn accent ook zeggen, ik zie Nederlanders wel heel erg zoeken naar de polder. Iedereen wil het altijd met elkaar eens zijn. En dan wachten we soms heel laat met tegen elkaar zeggen, maar volgens mij heb je hier gewoon echt ongelijk. Zou de gemeente dat dan tegen een wijkvereniging moeten zeggen? Maar jullie hebben hier echt ongelijk. Ik probeer dat dan ook als raadslid ook te doen. Als ik ergens kom en ik hoor een verhaal waarvan ik denk, volgens mij is je vanuit de inhoud op te zeggen van, natuurlijk wordt deze straat niet te smal voor de brandweerauto. Dan ga ik niet zeggen van, ik ga voor jullie in de raad schriftelijke vragen stellen. Dan zeg ik, volgens mij is die straat nog steeds berg genoeg voor een brandweerauto. Ja. En ik merk dat dat wel gewaardeerd wordt. Ja, ik ga even naar de overkant van de tafel, Maarten Kers. En in ons onderzoek zei je, die wijkverenigingen, daar staan we pal achter. Als er iets in zo'n wijkvereniging gebeurt, dan gaan we daar politiek mee aan de slag. Als er dan zo'n straat is waar die brandweerauto prima doorheen past, is het dan logisch om daarmee aan de slag te gaan? Ja, natuurlijk. Want als er iets redelijk is, dan is het redelijk. Maar als de wijk iets wil, en de wijk is toch primair degene, datgene, wat het kan weten en wat de expertise verzamelt op zijn eigen territorium, dan moet je daar als gemeente toch veel meer mee gaan dan nu. Nu gaat de gemeente al uit van de eigen plannen. Ik ben het met Antje eens dat dat inderdaad wel vaak goed bedoeld wordt, de intenties vaak goed, niet altijd hoor. Ik vind ook dat ze vaak gebruik maken van het idee van we doen wel alsof we laten participeren. Ja, maar zo, dat zijn jullie ook, hè, de raadsleden. Nee, ik heb het echt over het college en het gemeentelijk apparaat. Okay. Wij moeten in de gemeenteraad daarin bijsturen. Dat hebben we toen gedaan bij het onderzoek, waar net werd gerefereerd. Ja, platform 31 heb je dan onderzoek. Platform 31. Ja, dus onderzoek dat gaat over participatieonderzoek in Leiden. Ja, maar dat, Antje zei het al, van dat wilde de gemeente echt wel goed insteken. Het college dus weer, hè. Maar heeft de raad dat betwijfel ik, want de raad heeft dat onderzoek geïnitieerd. Wij wilden dat onderzoek nadat de wijkverenigingen in feite een soort van gebroken hadden met de gemeente, omdat dat overleg totaal waardeloos was. Ja. Toch zei je in ons onderzoek, en daar wil ik even naartoe, we zouden die wijkverenigingen nog beter kunnen organiseren. De wijkverenigingen zelf? Je noemde de wijkraad. Aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dan wordt er in Rotterdam naast een gemeenteraad ook voor een wijkraad gekozen. Per wijk worden er afgevaardigden 39 stuks. 39 in Rotterdam. Leiden is iets kleiner. Ja. Maar wat is er nou zo mooi aan een democratisch verkozen wijkraad als het aan jou ligt? Nou ja, dat er veel minder vrijblijvendheid is tussen gemeente als apparaat dan weer. En niet als gemeenteraad, want dat is een democratisch gekozen orgaan wat juist dat apparaat moet controleren. En dan met de meerderheid van collegepartijen heel vaak, ook in deze bestuurscultuur, geen kans krijgt om dat te doen, omdat de hakken van twee kanten in het zand gaan. Ik vind dat die wijkraden, die hebben een soort van gehad. We hebben tot 2012, 1 januari 2012, hebben we wijkdistricten. Districtsraden. Districtsraden gehad. Ja. Nou ja, dat waren er 9. Maar wat is er dan zo mooi aan? En die zijn te groot en dat werkte niet. Dat verwaterde.
En je zou wijkraden zijn veel te klein. Die zou maar ongeveer 4000 inwoners kunnen vertegenwoordigen. Mm-hmm. Rotterdam doet dat wat dat betreft beter. Maar 39. Waarom zouden we dat nou in Leiden moeten invoeren? Wat zou een wijkraad kunnen brengen wat een wijkvereniging nu niet brengt? Nou, meer evenredige vertegenwoordiging. Want je kunt je namelijk in Rotterdam kun je zelf opgeven. Je kunt je aanmelden. Je kunt solliciteren, zeg maar. Ja. Net als dat je raadslid zou kunnen worden. Of bestuurslid van de wijkvereniging. Dan moet het bestuur van de wijkvereniging dat wel willen. Er is bij de meeste wijkverenigingen niet echt. Er is wel een vereniging, maar die vereniging dat is vaak toch door cooptatie is zo'n bestuur tot stand gekomen. Dat is niet echt gekozen. Ik hoop dat de wijkvereniging ook meeluistert. We komen daar straks nog terug. Ja. Alsof jij de wijkraden in Rotterdam een oplossing vindt voor het probleem van de wijkverenigingen. Het echt een perfecte oplossing bestaat helemaal niet in dit vreselijk moeilijke materie. Maar ik denk dat ze in Rotterdam op de goede weg zijn. Ja. Ze noemen het ook wijk AZ. Er komen dus vrij grote wijkraden, professionele, gekozen dus. En dat gekozen, dat vind ik wel erg belangrijk, omdat je dan minder vrijblijvendheid hebt tussen die, op zichzelf vind ik die wijkverenigingen heel goed hoor. Mm-hmm. Maar de gemeente houdt zich daar vaak, of laat zich daar niets aan gelegen liggen. Ik krijg hem dan maar even als die uitkomt. Is dat nou een goed idee, zo'n wijkraad? Want je kwam er net al even tussen, maar wat is daarover te zeggen? Nou, ik heb dat voorstel over die wijkraden toevallig ook laatst zitten lezen. In theorie is er geen verschil tussen praktijk en theorie, maar in de praktijk wel. Dus op papier is dit inderdaad een mooi voorstel. Waar het mank gaat, en ik denk ook dat we daar een beetje voor moeten oppassen, is voor welk probleem is zo'n instituut nou een oplossing? En als het probleem is dat we vinden dat er in Leiden heel veel wijsheid bij bewoners zit die onvoldoende benut wordt, dan denk ik dat het jammer is om het langs zo'n wijkraadorganisatie, waarbij je dus heel veel netwerken die er nu zijn, veronachtzaamt. Eigenlijk gewoon denkt, nou, die schuiven we opzij of die moeten zich daartoe verhouden. En dat, let op mijn woorden, gaat in Rotterdam ook een heel groot probleem zijn. Want weinig mensen die nu actief zijn in de wijk, gaan zich ook daadwerkelijk aanmelden voor zo'n wijkraad. En ik denk dat het er alleen maar ingewikkelder op wordt. Omdat de raadsleden, die willen vertegenwoordigen, en die willen met allerlei mensen praten. Ja, en daar hebben ze onvoldoende nog over doorgedacht. Dus mijn idee zou zijn, lees dat vooral, kijk wat er goed aan is. Maar kijk of het een oplossing is voor het Leidse probleem. En nou, mijn idee is dat wijkraden niet een oplossing zijn voor het Leidse probleem. Nou, de buurvrouw D66, grootste fractie op dit moment in de gemeenteraad. Zo'n wijkraad, zie je er wat in? Nee, ik denk dat het alleen maar ingewikkelder wordt. Er wordt alleen maar nog meer vergaderd. Ik ben wel mee eens met wat de wethouder een keer eerder ook zei, van de wijkverenigingen zijn niet de enige gesprekspartner. Het is ook de verplichting van de raadsleden en de gemeente om op zoek te gaan naar die groepen die misschien daar niet in zitten. Mm-hmm. En je mag ook best naar de wijkverenigingen gaan en zeggen, zoals ik ook iemand hoorde van, hoe vaak spreek je de studenten die in jouw wijk wonen? Maar een wijkraad, om dan weer een tussenlaag in te bouwen. We hebben ook al die gemeenschappelijke regelingen die dan weer tussen de gemeente en de provincie zitten. En dat wordt alleen maar meer vergaderen. Ja, ben ik niet mee eens. Nee, ben je niet mee eens. Leg eens heel absoluut even uit. Niet. Je kunt, en, hè, waar ben je het niet mee eens? Nou, dat het alleen maar meer vergaderen wordt. Ik denk juist minder, want de wijkraden in Rotterdam vervangen nadrukkelijk. Hè, dus de verschillende gebiedscommissies, wijkcomité's en de huidige wijkraden, want die zijn daar al. Die hebben wij nu niet. Nee, die hebben wij niet, omdat we de districtsraden hebben afgeschaft. Maar daarvan zijn Marije van den Berg. Daarvan zijn Marije van den Berg. Ja, er zijn heel veel bestaande netwerken. Die zijn er al, die heb je al. Waarom zou je dan nog iets nieuws optuigen? Omdat die door de gemeente gewoon genegeerd worden. Maar dat is denk ik, dat is wel een probleem waar je naar kunt kijken. Hè? Los van dat je dat goed moet organiseren van hoe ga je elkaar spreken en zo. Gaat het natuurlijk vooral om, op wat voor moment spreek je elkaar waarover? En Antje zei al terecht, van, gaat dat wel vaak genoeg over de inhoud? Nou, dat zou ook misschien beter kunnen. Ja. Maar je kan door het optuigen van een wijkraad, kan je die houding niet veranderen. Dus ik denk dat je eerder daar met elkaar over is. Hoe komt het nou dat we het gevoel hebben dat we elkaar zo weinig benutten en zo weinig vinden? Heb en die gesprekken kun je voeren. Nou, heb je een idee waarom? Ik zie wel jouw punt hoor, maar ik vind dat elkaar vinden, dat zit niet in het onafhankelijk van elkaar, commissies en andere. Mm-hmm. We hebben natuurlijk buurtcomité's, we hebben bewonerscommissies, dat opereert allemaal los van elkaar. Wijkverenigingen proberen dat zoveel mogelijk te coördineren. Algemene klachten, en dat is de reden waarom de
gemeente als apparaat dat vaak links staat liggen is... Ja, die wijkverenigingen zijn toch altijd tegen wat wij willen. En dat is ook de grote klacht van de wijkverenigingen worden. Want die voelen dat. En die voelen zich dus behoorlijk gepasseerd bij al die participaties. Overigens, participatie ben ik helemaal aan het eens. Een rot woord, een versleten woord. Okay. Want ook in de arbeidsprocessen komt het woord participatie, participatiewet. Maar laten we nog even kijken naar de toekomst. Ik wil naar de toekomst. Hoe zit het er nou over 4 jaar uit? Ik wil naar een nieuw woord. Wij willen geen participatie meer. Hoe zou je het noemen? Wij willen dus naar deelname, burgerdeelname. Letterlijk betekent dat hetzelfde. Participatie is het Latijnse woord voor. Maar wat verandert dan inhoudelijk als we het anders gaan noemen? Deelname. Dat de burgers eerder zien wat er aan de hand is. Want participatie is zo versleten dat ze denken, dat is de participatie weer, dat wordt toch niet. Okay. Burgerdeelname geeft veel meer aan dat het niet alleen inspraak is, wat vroeger was. Ja. Maar ook echt deelnemen in het proces. Okay. Creatief meedoen en meedenken en produceren van plannen. Dat soort dingen. Dan ga ik even naar de overkant van de tafel. Hoe staan we er over 4 jaar bij als we aan de vooraan staan van de volgende gemeenteraadsverkiezingen? Wat is er dan veranderd als het aan jou ligt? Ik denk dat we als gemeente dan makkelijker kunnen benoemen welke rol we op dat moment spelen. Dus zijn we nu de rechtmatige overheid die iedereen op tijd laat inspreken? Of zijn we de participerende overheid of de deelnemende overheid die samen met mensen plannen maakt en uitvoert? En ik zou over 4 jaar heel graag willen dat we een soort, ook als raadsleden makkelijker experts kunnen vinden in die wijken en ook gewoon daar naartoe actief toe gaan en ophalen. En niet wachten dat we mailtjes krijgen, want ook niet iedereen weet ons nu te vinden. Dat valt me ook nog steeds op. Maar dat we zelf ook actiever gewoon die netwerken hebben. Ja. En lukt het om dat ook met de fractie te doen? Want ik hoorde ook in de voorbereiding op dit gesprek, waar mensen zeggen, ja, Antje is wel een uitzondering binnen de politiek die op deze manier over participatie na kan denken. En er zijn best mensen die daar veel minder over na willen denken. Heb je dat gevoel dat er ook raadsleden zijn die zeggen van nou, we willen vooruit met de stad en we moeten daar een weg voor vinden? In mijn fractie specifiek bedoel je? Of ja, ik hoor het over je fractie, maar misschien is het ook breder. Ja. Ik probeer gewoon een goed voorbeeld te geven voor mezelf. Ik doe gewoon zoals ik het graag wil. En misschien dat ook werkt, want hier geldt hetzelfde als voor de gemeente. Je kan perfecte plannen schrijven totdat je echt helemaal blij met jezelf bent. Maar je kan het ook gewoon anders doen. Ja. En ik probeer maar dat en dan kijk ik dat misschien effect heeft. En dat we daar vandaan kunnen bouwen aan nieuwe vormen van samenwerking. Ja. Antje is inderdaad een goede uitzondering, hoor. Antje, Antje is de enige eigenlijk. Ik heb eigenlijk de verkeerde mensen uitgenodigd voor een spannend debat hier. ik ga tot slot even naar Marije van den Berg. Okay. Waar staan we over 4 jaar? Nou, als ik een verlangen als bewoner van deze stad mag uitspreken met wel een beetje expertise is, dat ik het heel fijn zou vinden als deze gemeente beter leert zijn in gebiedsgericht werken. Want een groot bezwaar, wat ik heel vaak ook hoor bij wijkverenigingen hier in Leiden, is dat bij hen komt alles samen. Al die verschillende projecten die er zijn, al die verschillende plannen, al die verschillende beleidsnota's. En bewoners hebben één ding voor op heel veel gemeentes. En dat is dat ze knetterintegraal zijn. Omdat ze ergens wat betekent wonen. Knetterintegraal? Nou, dat gewoon alles, of je nou van energie bent of van armoede of van werk of van zorg. Ja, bij jou komt het allemaal, er komt die waterval aan beleidsplannen samen. En Leiden is niet zo goed, laten we het positief formuleren, heeft geen last van de wet van de rem en de voorsprong op het gebied van naar een gebied kijken. Wie wonen daar? Wat gebeurt daar precies? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we plannen maken die recht doen aan de gemeenschap die daar woont? En ik denk dat dat iets is. En laten we dan die wijkverenigingen hun goede werk laten doen op hun eigen manier. Daar gaan ze zelf over. Mm-hmm. En op die manier proberen om toch ook eerder nieuwsgierig naar buiten te gaan. Om te vragen wat mensen ervan vinden. Ja. Ik wil graag naar de besturen toe. Die zitten hier ook nog in de zaal. En die hebben meegeluisterd. Ja. Dus ik wil eens even gaan kijken of daar nog vragen zijn. Want ja, hoe kun je in een programma voor wijkverenigingen natuurlijk niet het laatste woord geven aan aan de besturen van de wijkvereniging. Ja, als eerste naar Marion van Dongen. Wijkvereniging Kronenstein, hoe heb je naar het gesprek geluisterd? Ja, ik was eventjes, wilde ik bijna opstaan van nee, want er werd iets gezegd over vrijwilligers. Maar ik zeg altijd in onze wijk, als je iets gaat doen, is het niet vrijblijvend. Je moet wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En je bent geen betaalde kracht. Maar wat even over die wijkraad en zo, ik geloof daar helemaal niet in. Volgens mij is het zo belangrijk, en dan spreek ik eigenlijk de raadsleden op aan, is van ga je eerlijk om met je burgers. Wij zijn nu
met een hele groep mensen een WOP-verzoek aan het indienen. Omdat we gewoon weten dat een wethouder met projectontwikkelaars wekelijks aan tafel zit. En er wordt tegen ons gezegd, nee, we hebben helemaal geen contact met elkaar. Ja, weet je, en als dat het niveau is van je relatie, dan kan je nog wel van alles optuigen. Maar dan geloof je toch niet meer in elkaar. Ja. En dan vind ik dat de raad mag echt veel kritischer zijn naar haar eigen wethouder. Ja, Antje Jordan. Kritischer zijn op de eigen wethouder. Ja. Ja, eens? Ik vind dat de hele raad kritisch moet zijn op het college, want wij hebben gewoon een kaderstellende en een controlerende functie, maar ook volksvertegenwoordiger. Is het te ver gegaan de afgelopen 4 jaar dat de coalitie soms te dicht bij elkaar zat om de wethouder te steunen? Vind ik heel moeilijk. Ik denk dat het een aantal keer wel dat je heel erg die loyaliteit zoekt met z'n allen. Mm-hmm. En ik denk dat in dit coalitieakkoord misschien ook heel veel vooraf is vastgelegd. Mm-hmm. En ik denk dat bijna iedereen wel eens is dat we de volgende keer meer op hoofdlijnen willen doen. En ik leer nu ook als raadslid pas eigenlijk na die 3-4 jaar van hoe stel je kaders waar je dan ook het college op kan aanspreken. Ik ga door denk ik naar Han van Overbeek, de professor en burgemeesterswijk. Die heeft ook meegeluisterd. En dan naar dit gesprek, denk ik, daar zitten aanknopingspunten in. Maar uiteindelijk is het denk ik toch eerlijkheid naar de burger. En ook, kom ook eens wat brengen. Ik heb ook met de wethouder Dame en Dirk zelfs besproken. Van, kom nou eens vertellen wat jullie plannen over de hele stad. Bijvoorbeeld voor ons, wat die voor ons betekent. Laten we daar eens over praten. In plaats van alleen maar bij ons te komen als er iets moet gebeuren waar we dan eigenlijk al 1-0 achter staan. En we ook vaak het idee hebben dat de belangen van de bewoners niet meer gediend worden, maar ja, een ander belang, wat de gemeente dan op dat moment goed uitkomt. Ja. En dat vind ik wel jammer, dat die dialoog mist. Ja, dat ga ik voorleggen aan Marije van den Berg. De stad mag ook wel eens wat komen brengen, of het gemeentebestuur mag wat komen brengen. Is dat iets wat door heel Nederland speelt, of is dat echt iets Leids? Nee hoor, dat is, ik bedoel, in dat opzicht is er veel lotgenotencontact mogelijk tussen allerlei mensen. Er zijn natuurlijk wel gemeenten die dit beter doen. En dat zijn gemeenten die ook politiek gezien heel helder als prioriteit hebben. Wij willen die gemeenschap versterken en wij willen die gemeenschap ook in zijn waarde laten. En die ambitie is er vast en zeker ook bij het Leidse gemeentebestuur. Maar dat betekent wel dat je dan dus op een andere manier moet gaan handelen. Ja, dat vraagt iets. Maar, ja, en kan dat in 4 jaar anders handelen? Of moeten we daar het komende decennium voor uittrekken? Nou, wat bijvoorbeeld onderhandelende partijen, en dat zouden zomaar alle partijen kunnen zijn in een gemeenteraad, dat kan ook. Die zouden bijvoorbeeld met elkaar kunnen afspreken als gemeenteraad op deze 3 belangrijke thema's. Ik noem maar de energietransitie, wonen, zorg voor elkaar, dat soort type dossiers. Willen wij dat anders doen en daar echt op inzetten. En nu zie je vaak dat veel participatie in Leiden op projectniveau is of op beleidsnota niveau. Ja, dat helpt dan bijna niet meer. Hè? Omdat voor veel bewoners gaat het helemaal niet over dat ene project of die ene nota, maar over het geheel. Over het geheel, ja, dankjewel. Ik ga naar Arthur Elias van Maarden op de Kamp. Hoe heb je naar dat gesprek geluisterd? Ja, ik was nogal eigenlijk verbaasd over die opmerking over de wijkraden. Ik deed mij heel erg denken aan de deelraden die jaren geleden in grote steden fungeerden en die door, omdat er nog een laag bij was, zijn opgeheven. Ik moet wel een beetje glimlachen over het dualisme waar Antje net over sprak. Want het is soms, we hebben wel eens een gemeenteraadslid gesproken, of enkele, en die zei tegen ons, ik ben het eigenlijk wel met je eens als buurtvereniging, maar de wethouder vindt van niet. En dat wordt, en ik moet zeggen, dat vind ik wel, je kan zeggen, het is eerlijk, je kan het ook schaamteloos noemen, en dat heeft me toch wel, dat heeft ons wel geschokt. En tenslotte, geen wijkraden. Het enige wat wij als, dan praat ik even namens de 8 buurtverenigingen van de binnenstad, wat wij willen. We willen serieus genomen worden en eigenlijk eenzelfde plek hebben, niet als de gemeenteraad, want dat is het democratisch gekozen orgaan, maar als de andere stadspartners. En ik hoop over 4 jaar dat het allemaal veel beter gaat. En politieke partijen zeggen dat het beter gaat, maar ja, de verkiezingen naderen. Dat lijkt me mooie woorden om mee af te sluiten. Dank iedereen voor de komst. Marije van den Berg nu aan tafel, 2 politici, Antje Jordan en Maarten Kersen, en natuurlijk de besturen ook van de wijkverenigingen die zijn gebleven tot het eind.
Deze uitzending is nog terug te kijken de hele week op Sleutelstad TV. We hebben het over de rol van de wijkverenigingen gehad in een serie artikelen. Die is ook terug te lezen. Daarin zijn we onder andere bij meer dan 200 huishoudens langs gegaan om te vragen hoe de wijkvereniging in hun wijk functioneert. Heb je dat nog niet gelezen? Kijk dan daar zeker ook nog naar. En het belangrijkste misschien wel, heb je nu gehoord dat er wijkverenigingen zijn en ben je nog niet bekend met de wijkvereniging in je wijk, dan is dit natuurlijk een mooie aanleiding om dat wel te doen. Want er zijn 36 wijkverenigingen in Leiden en die kunnen alle hulp en steun natuurlijk goed gebruiken. En het is ook heel gezellig bovendien. Dank voor het kijken.